Voor de 9e keer organiseren de Vlarinnen de Vastelovens Pekskesbazaar in Geleen. In deze bazaar kun je tot aan de Vastelovend je ideale Vastelovens Pekske komen uitzoeken. Er kan niet alleen worden gekocht, maar ook worden verkocht. De kostuums zijn tweedehands en mensen die een kostuum niet meer gebruiken, verkopen deze vaak aan de Vlarinnen. Zij bieden deze pakjes, genaaid, gewassen en gestreken, weer aan in hun bazaar. Wie is dat idee nu zo aan stangen? Eigenlijk vanuit de Vlarinnen, dat zijn de dames van de Vlarissen, die zich op een gegeven moment bedacht hebben, 9 jaar geleden dus al, dat we ook wel een bijdrage kunnen leveren aan het hele Vastelovens gebeuren. Omdat ook de subsidies en alles, dat loopt toch allemaal terug in deze tijd. En daar zijn we daarmee begonnen. En het is al heel veel jaren een groot succes. We zijn daar met de hoofdsponsor van de Vlarissen geworden. En wie gaat het nu in zijn werk? Luc, om je pakjes brengen en dan? Wie gaat dat zo? Nou, samen met de lieve Paul voor de prijs, wat ze er voor willen hebben, ze zeggen, ik wil een tientje voor de jas proberen weer het voor hun voor 15 euro te verkopen. Na afloop van de hele bazaar, en dit jaar is het een unieke situatie dat we dat dus wijken al de verkoop bezig zijn hier bij Raukes boven. Andere jaren hebben we dat op één locatie gehad, eerst in de KBO en toen in de Hanenhof. Dan wordt het gewoon ene dag inbrengen, ene dag verkoop. En nu hebben we dat al een hele periode, al eigenlijk vanaf de 11e van de 11e, zitten we hier bij Raukes en op vrijdagmiddag brengen jullie in en ook vrijdag en zaterdag is dan verkoop. Er is een groot aantal unieke kostuums te vinden in de bazaar. Naast kostuums vind je er ook talloze hoeden, pruiken, tasjes en andere accessoires. Een bazaar vol leuke betaalbare kostuums. De Vastelovens Pekskesbazaar is nog tot de Vastelovend geopend.